Als jij de goedkoopste FIFA-coins op het web zoekt tegen een betaalbare prijs en een snelle levering, ga dan naar igsky.com en gebruik code HART5 voor nog eens een 5% korting. Welkom dames en heren bij een nieuwe Road to Arsenal. Het heeft een tijd geduurd, maar dit is dan waarschijnlijk toch al de laatste aflevering. En we gaan gelijk beginnen en jullie zien het team van mijn eerste tegenstander. En ja, dan zit ik daar zo van. En voor degenen die het gemist hebben, heb ik natuurlijk heel wat uit te leggen. Er is een patch geweest op Next Generation consoles. Als je dat niet meegekregen, ik weet ook niet of het voor current gen is, daarom zeg ik het zo. Wat het in heeft gehouden is, over de top throwballs, ze zijn sterker geworden. L1 driehoekje, LB eyeballetjes, je kent ze. Die zijn kei sterk geworden. Echt ongelooflijk. Headers zijn ook weer sterk terug. Je kunt het in een paar clips tijdens deze aflevering zien. Waar je dus op moet letten eigenlijk vanaf nu is basically vrij simpel. Pace is heel belangrijk weer, echt letterlijk nog belangrijker. Keepers zijn nog slechter, dus verwacht niks van je Neuer of wat dan ook. Ze zijn fucking retards, stuk voor stuk. En zorg gewoon, ja, zorg dat je pace, headers en ja, eigenlijk dat. Heb je gewoon een goed schot, is wel belangrijk. Korte hoek ook nog. Dat is iets wat nog sterker is. Kijk, meestal was het zo bij de vorige versies, nou, althans de eerdere versies van FIFA 15, tussen aanhalingstekens een beetje. Als je hem rustig in de korte hoek schoot, ging hij erin. Nu, als je voor de verre hoek gaat, echt, what the fuck. Letterlijk, als je om de keeper heen ging normaal gesproken, je mikte hem gewoon, je schoot hem gewoon richting doel, ging hij er automatisch in. Nu is het echt, het is belachelijk wat je ziet af en toe. Het is ongelooflijk. Wat het simpelweg is als jij om de keeper heen gaat, en je probeert hem in de verre hoek erin te rollen, totaal geen power erop gooien er, dan alsnog gebeurt er gewoon rare dingen. Echt rare shit gebeurt. Je zal het in een clip zien zometeen, echt, het is ongelooflijk. Maar wat het basically dus is een korte samenvatting nu alvast. Zorg dat je pace hebt. Veel pace. Verdedigers ook. Mertensacker kon eerst gebruikt worden, nu is dat gewoon lastig. Daarnaast moet je goede headers hebben. Ze moeten ook wel een beetje snel zijn. Het is misschien handig om een combinatie te vinden. Maar headers zijn belangrijk. Oké, trouwens hier, kijk dit. Dit is, hè. Ik doe gewoon wat ik altijd deed, zeg maar pre-patch. En opeens, bam, ik mis hem. Maar de connectie raakt kwijt, dus we spelen 1-1. Ik krijg er niks voor. Maar zorg dus dat je pace hebt. Zorg dat je iemand hebt die kan headen. Zorg dat je de near post gebruikt. En verwacht niet al te veel van je keeper. En gebruik lob through balls gewoon veel. Doe die dingen. En dan denk ik dat je wel plezier kan hebben met de game. Kijk, ik vond FIFA 15 bij release. Gewoon echt toen hij net uitkwam. Nog geen patches, geen niks. Echt mijn favoriete ultimate team in alle jaren. En dat meen ik oprecht. Ik had zo ontzettend veel plezier met die game. Maar toen kwam de eerste patch. Ik was er niet heel blij mee. Beetje rebounds waren een beetje sketchy. Een paar dingen. Overall ging het nog wel. Ik klaag er af en toe over, maar het ging nog wel. Dit daarentegen is een soort vreemde baby van FIFA 13 en 14. FIFA 13's korte hoek zit erin. En FIFA 14's headers en 45ste minuut zit erin. Want je zag het aan die twee goals net van die dude. Echt, what the fuck. Twee in de 45ste minuut. Er was helemaal niks aan de hand. En er komt nog een what the fuck momentje. Dit is gewoon, ja, slecht verdedigd van mij. Maar dit, kijk dit, hè. Keepertje. En überhaupt die lob, like, what the fuck. Dat hoort niet te kunnen. Kan aan mij liggen, misschien lag het aan het moment. Maar ik zie dat als iets dat niet hoort te kunnen. Vervolgens moet ik tegen een volledig Belgisch team. Leuk teamje, beetje interessante keuzes. Ik snap alleen waarom die niet Lukaku erin had gegooid. Maar hier zo stoomt hij gelijk door, heel dikke prima. Kijk, hier weet ik hem nog wel in te krijgen. Wonder boven wonder. Wat ik ook nog vergeet te zeggen is wat iets wat me wel degelijk opvalt en degelijk zo is. First touches. Echt, ze zijn om te huilen zo slecht. Lijkt letterlijk spelers zoals Özil, Sanchez, Cazorla lijken geen bal aan hun poot te knouden. De balcontacten zijn zo dramatisch af en toe. Het is verschrikkelijk. Ja, nou ja, verschrikkelijk is dan ook weer misschien zo'n overdreven woord. Je zal er heel erg aan moeten wennen. Je zult de bal gewoon kort bij je moeten houden, niet te veel in balbezit. Want voor je het weet, maakt je spelers een balcontact waarvan je denkt, yo, what the fuck. Letterlijk balcontact hebben voor mij in een paar situaties gewoon echt de hele aanval verziekt. En dat is niet overdreven, dat is echt hoe het is. Dus ik zou er goed op letten. Maar voor de rest, ja, ik moest wennen. En toen ik eenmaal gewend was, moet ik zeggen, ik kon ermee overweg. Dan moet ik zeggen dat dit soort balletjes bleven vreemd, want what the fuck doet mijn keeper daar? Dat moet je toch kunnen hebben, zo'n soft schot in de korte hoek. Maar zoals ik dus al zei, de korte hoek is nogal sterk. En ook over de top throwballs, je ziet hem daar.
Ja, dat schot ook. Die slideschoten blijf ik vreemd vinden. Dat is wel vanaf het begin van FIFA 15 zo. Die snapte ik sowieso niet. Hier ook, Özil's volley. Lijkt een moeilijke hoek. Gewoon korte hoek. Nu ook weer gewoon keihard erin rossen. In de korte hoek. En er is niks aan de hand. Dan hebben we nog één wedstrijd te gaan. En ondanks die twee verliespartijen kunnen we de titel winnen tegen het super, super sweat team. Met Touré, Moussa, Doumbia en Minike. Het hele bekende trio. Maar ik ga door. Ik had een plus 10 kaartje alles op Özil en Cazorla. En het betaalt zich hier gelijk uit. Want je ziet Cazorla gewoon uithalen als een fucking pro. En zo sta ik dus 1-0 voor. Het sneuwe is eigenlijk, en dat sneuwe is voor mijn tegenstander, ik verdiende het niet. Like, totaal niet. Ik werd zo gedomineerd dat het gewoon vies is. Het voordeel is, hij kon niet schieten. Hij schoot gewoon heel slecht. Dus ik won met 2-1. Thank god. Ik win de titel. Ik krijg 6400 nog wat coins. Ik koop Walcott, want die moest ik nog. En ik heb natuurlijk geluisterd, ik moest nog heel wat spelers. Arteta moest ik nog, dus die ben ik gaan halen. En natuurlijk moest ik ook nog een silver. Namelijk Arsenal's rechtsback, omdat Debussy geblesseerd is. Callum Chambers. Dat waren de spelers die ik nog moest. En dat betekent nu eigenlijk maar één ding. Road to Arsenal is voorbij. Alle spelers, helemaal finito. En ik heb ervan genoten. Misschien niet iedereen evenveel, maar ik ga proberen iedereen tevreden te houden. Dus binnenkort een nieuwe road to. Je zal merken wat het is. Ik bedank je voor het kijken. Laat een like achter schoot en ik zie je later. Doei!